Mijn lievelingsboek. Nou, dat vind ik een te groot woord. Maar ik vind het een heel belangrijk boek in mijn leven. Ik ben er nog niet zo lang geleden tegengekomen. En nu heb ik het altijd bij de hand. Het heet De Vier Inzichten van Don Miguel Ruiz. Het is een Zuid-Amerikaan. Het is een heel oud boek. En het gaat over vier belangrijke inzichten. Als je die in je leven kan toepassen, bij de hand hebt, gaat het helemaal goed met je. Ik lees ze op, want het is te moeilijk. Wees altijd onberispelijk in je woorden. Moeilijk hoor, maar als je er even over nadenkt, dan komt het goed. Vat niets persoonlijk op. Ga niet uit van veronderstellingen. Ja, dat is wat iedereen doet. En de laatste, die is geweldig. Doe altijd je best. Klinkt heel simpel. Als je dat boekje nou gewoon hebt, dan kijk je er af en toe in. Je deelt het uit en je wordt er echt heel rustig van.